En u mag natuurlijk meedansen. Met slaan op de gong. Betekent dat we ons over dit. Geef ze een daverend applaus. Een spectaculair openingsact van Codars. In samenwerking met Westkruiskade, Cabo Verde Chigou, Brassband Randy Maduro. En met allemaal onder leiding van regisseur Alan Luiten. Nogmaals een hartelijk applaus. En natuurlijk ook een applaus voor onze pizzacouriers, die niet alleen pizza's vanmorgen hebben bezorgd, maar ook nog heel veel andere mooie dingen. Dames en heren, goedemiddag ondertussen al. De zon schijnt heel lekker en de opening van Kruisplein vandaag, hier zaterdag. Wat een mooie dag. Bent u blij allemaal? Geniet u van het mooie weer? Ja, dus, hey, hallo dames en heren. Ik bedoel, de zon schijnt al vanaf vorig jaar voor ons, speciaal voor vandaag. Dames en heren, mag ik uitnodigen de wethouder die natuurlijk daarnet officieel al met het slaan op de gong het plein heeft geopend. Hier is hij, Ronald Schneiders. Ja, goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Ik denk dat als we hier zo staan en we kijken over het Kruisplein naar het prachtige Sensation, dat we dan allemaal, denk ik, ongelooflijk trots zijn op deze stad en op deze plek. Wat is het hier eigenlijk ongelooflijk mooi geworden. Ik stond daarnet met Jack Kerklaan nog even te filosoferen over hoe het hier vroeger was. Een beetje terug naar onze jeugd. En ik weet nog, en er zijn wat meer ouderen hier in het publiek, dat hier was nog een hertenkamp ooit. Een heleboel mensen, ik zie al een aantal mensen ja schudden, van ja, dat kan ik me nog wel herinneren. En ik kan me ook nog wel herinneren dat aan de zijkant van het Centraal Station, daar had je de Harbor Jazz Club, de Pink Panther. Dat waren toch hele andere tijden. En kijk hoe het nu geworden is. Wat is deze stad zich ongelooflijk goed aan het ontwikkelen. Wat een prachtige rode loper hebben we hier. Een drempeloze rode loper, die je vanuit het prachtige Centraal Station richting de culturele as van Rotterdam laat lopen. Naar Boijmans van Beuningen. Maar ook de Westkruiskade op. De Westkruiskade. Vroeger toch een beetje een gebied
waarvan je dacht van, nou ja, is het hier wel veilig? Kom ik hier graag? En tegenwoordig een prachtig gebied, een beetje het Soho van Rotterdam. Echt prachtig. Hoe we het gedaan hebben met mooie lantaarnpalen, natuurstenen. We zijn niet voor niets als beste binnenstad van Nederland verkozen. Naast een heleboel prijzen die we al de afgelopen tijd hebben gewonnen met al onze mooie gebouwen. En nogmaals hier het Centraal Station tegenover ons. Ik moet ook nog de ondernemers en de omwonenden bedanken. En ook de winkeliers in de omgeving, want de afgelopen tijd was het hier af en toe best wel rommelig met alle werkzaamheden die hier waren. Dank voor het geduld dat u alle heeft betoond. Maar kijk wat we ervoor terug hebben gekregen. Nogmaals, ik denk dat dit prachtig is voor Rotterdam. En ik wil wat dat betreft eigenlijk ons allemaal zoals we hier staan feliciteren. Rotterdammers onder elkaar. Wat hebben wij toch een ongelooflijk mooie stad. Dank u wel. Wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Ronald Snijder. Dank u wel. Dames en heren. Dat betekent dat wij nu overgaan tot nog meer gezelligheid. De opening heeft plaatsgevonden. We gaan genieten van een fantastisch plein. Er zijn een aantal activiteiten. Er zijn artiesten die hier op het podium zo strakjes gaan optreden. Heel speciaal voor u. En het zijn artiesten.